Dikkie, we gaan vandaag met jou kunst kijken. We gaan het proberen in 60 seconden, maar ik weet niet of het lukt. Dat wordt vrij lastig bij mij. Ik krijg geen hulp onderaan. Nee, je mag langer. We staan hier voor een heel bijzonder stuk. Ja. Verkocht aan het Rijksmuseum. Yes. En hij gaat hangen in de eregalerij. Ja. Waar in de eregalerij? Ja, waar precies weet ik niet, maar ik zeg tegen iedereen naast de nachtwacht. Alles is naast. Zo groot is het niet. Dus. Ja. Hij past er net onder misschien. Ja, goed idee. Ja. Zullen we kijken? Want wie is... Eerst over Gesina, want dat is wel een bijzonder verhaal wie zij is. Gesina Terborg, dat is de zus van Gerard Terborg, een hele beroemde 17e eeuwse portretschilder. Mm-hmm. Zij heeft de nalatenschap van de hele familie, daar heeft ze voor gezorgd dat behouden is gebleven tot in de 19e eeuw, tot in 1850. Mm-hmm. Toen is het verkocht. Van de Nederlandse staten geworden. Zij heeft het kunnen kopen. Ja. En zij heeft voornamelijk hele mooie schetsboeken van haar zijn behouden, waarin zij aquarelleert met waterverf. Mm-hmm. En daar beschrijft ze ook het dagelijks leven van een familie, van hun familie ook. Ze heeft één olieverfschilderij tot nu toe weten we gemaakt. En dat is dit werk. Ja. Gaan we kijken. En dat is het werk. Afgebeeld is Mozes Terborg, haar kleine broertje. Ja. En hij was ook een goede schilder, maar hij is in het leger gegaan, het Nederlandse leger, en gewond geraakt in de Engelse oorlog. En hij is overleden toen hij nog net begin van zijn 20 jaren was. Mm-hmm. En zij had een herinnering aan hem, en ik heb ook zo'n herinnering. Dat ik voor mijn oudere broer en zus de verkleedkist indook en ook met een trommel voor ze ging optreden. Mm-hmm. En zij had dus 400 jaar geleden ook zo'n herinnering van haar broer. En dat heeft ze geschilderd. Wow. Dus het is geantidateerd. Ja. 1647. Zien we hier staan, hè? Geschilderd in 1647 op 2-jarige leeftijd. Ja. En het schilderij is uit 1667, het jaar dat hij overleed. Ja. Dus zij heeft het vanuit de herinnering geschilderd. En het mooie is dat we ook röntgenfoto's hebben laten maken. Mm-hmm. En dan zie je dat zij eerst de jurk wat langer had gedacht. Mm-hmm. En dat heeft ze later korter gemaakt om hem meer een kind te laten zijn. Dus ze was inderdaad aan het zoeken niet naar leven schilderen. Ja. En ook in de trommel zagen we dat. Ja. Er veel verfijndere schildering op zat met meer touwen. Maar ja, dan lijkt het een grote trommel wat niet bij zo'n kindje past. Ja. Dus dat heeft ze later veranderd naar minder touwen, waardoor het dus een klein trommeltje wordt. En andere dingen heeft ze dan meer verfijnd, denk ik. Ja, ze heeft heel verfijnd geschilderd. Maar ook het idee dat hij is een beetje afgebeeld als een soort van prins van Oranje. Generaal, stadhouder. En dat zie je aan de vlag van de stadhouder. Mm-hmm. Maar ook het oorlogshobbelpaard. Ja. En je ziet ook hier de viool en de trompet. Dus eigenlijk een soort van de muziek van het leven. Waar een eind aan wordt gemaakt door het zwaard. Omdat hij bij het leger ging. En het grappige is dat je dat zwaard en die viool en al die objecten zie je ook terugkomen in haar tekeningen. Ja. Die het allemaal in het Rijksmuseum zijn. Ja. Dus ook helemaal daarvan hebben we het kunnen toeschrijven aan haar. En ook de afbeelding van Mozes kunnen bevestigen. Ja, en je hebt een boekje vast. Ja. Daar liet je me net al zien. Kan je nog een ander schilderij van haar? Kun je ook even laten? Ja, we hebben een publicatie geschreven. En er is één schilderij van haar bekend dat ze samen met haar broer heeft geschreven. Mm-hmm. Geschilderd, sorry. Met Gerard Terborg. En dit is ook Mozes. Ook zo verfijnd. Maar dan afgebeeld zoals hij was toen hij overleed. En dat is ook een memorieportret. Dus dat herdenkt hem. Dus je ziet van allerlei objecten. Wat je hier ook ziet. Maar bijvoorbeeld een harnas. En een hond van trouw. En een schedel. Er staat gedenkte leven. Dus En die komen waarschijnlijk naast elkaar te hangen. Waarschijnlijk komen ze naast elkaar. Ja, dat weten we eigenlijk wel zeker. Dat het Rijksmuseum inderdaad bevestigd. We gaan het hoekje om als het lukt. Ja, ja. Gaan we proberen. Ja. Ja. Want hier heb je ook iets heel bijzonders. Een portret ontdekt. Ja. En je zou eigenlijk denken, dat is een tot slaaf gemaakte man. Mm-hmm. En zo werd het ook geveld. Het werd geveld als
in Duitsland als Portretten eines Kamermoor. Mm-hmm. Dat ze die term überhaupt nog gebruiken. Ja, een kamermoor, dus een bediende. Ja. Maar ik zag onmiddellijk dat dat niet zo was, want zo is hij ook niet afgebeeld. Ja. Hij staat daar heel prideful op. Statig ook. Ja, en ik herken onmiddellijk de Zweedse kleuren. En ik weet dat er één... Hoe herken je? Hoe heb je die herkend? Nou ja, dat is geel en blauw. Oké, okay, ja, ik... Oké. Okay. Ja, en punt. Ik wist dat er een zoon van koningin Ulrika van Zweden was. Dat was Gustav Baden, geboren als Kushi in de Deense Caraïbe. En hij is cadeau gedaan aan de koningin. Mm. En zij was natuurlijk heel erg verlicht. Mm. Zij heeft hem bevrijd en geadopteerd als haar zoon. Ja. Maar je kan je afvragen hoe vrij hij eigenlijk was in die gouden kooi. Ja. Maar hij is uiteindelijk wel haar grootste vertrouweling geworden en hofsecretaris. Ja. En uiteindelijk is hij in het Zweedse achterland gaan wonen van Stockholm. Heeft een Zweedse vrouw getrouwd en heeft dagboeken geschreven en ging daarop filosoferen over de afschaffing van de slavernij en over racisme. Heeft hij daar een boek over geschreven? Zijn dagboeken inderdaad, zijn dagboek. Dan kan je dat er terugvinden. Oh ja, ja, dus zou dat ik wel willen lezen. Heel bijzonder. Hij is ik vind zijn ogen, zijn uitdrukking heel erg mooi. Ja. En wat ik dan eigenlijk ook niet zo heel mooi vind, is eigenlijk zijn handen. Die zijn eigenlijk een beetje zo rauw. Nou, dat zie je eigenlijk heel erg goed, ja. Want het schilderij is namelijk een kopie. Het origineel is waarschijnlijk een pasteltekening, dus een krijttekening. Mm-hmm. Maar die zijn heel fragiel. Die zijn ze overheen? Die had de hofpastelist, hoftekenaar. Ja. Die schilderde alle leden van het hof. Dat weten we zeker. Hij had een kopiist in zijn atelier werken. En dit is waarschijnlijk een kopie in olieverf, want dat gaat veel langer mee. Ja, dus ze lieten van elke tekening een kopie maken. Het origineel bestaat waarschijnlijk niet meer en dit is de kopie. Ja. En het is ook heel erg als een kopie geschilderd. Dat herken je ook aan zo'n hand bijvoorbeeld. Het was niet een hele goede schilder, want nadat hij kopiist was. Ja. Maar het is wel, goed geschilderd. Ja. Omdat er een heel goed origineel was. Ja. Nou, ik wil je bedanken. Misschien zie ik je wel binnenkort in het Rijksmuseum. Naar mij niet, maar het schilderij daar... wel. Ja. Nee, ik bedoel, dat schilderij achter je. Dat we misschien daar ook nog zien. Na de teken wel heel snel waarschijnlijk. Ja, gaaf. Nou.